Het is dag 6, laatste dag dat ik op de fiets zit. Ik ben net vertrokken uit Houten en nog 26 kilometer te gaan. Maar even een aardig stukje en dan ook bij Arie de Jong te zijn in Amersfoort. Hij is PZC-lid, lid van de plaatselijke zendingscommissie. Nou ja, en wat dat precies inhoudt, dat gaan we in zijn interview wel horen. Ja, dan zit het er alweer bijna op. Ik moet zeggen dat het een hele mooie week was. Ook wel best intensief. Met en het fietsen en het houden van de interviews. Ik ben toch ook weer steeds bij andere mensen, wat hele mooie ontmoetingen oplevert. Maar ook wel weer wat van je vraagt. Dus kijk terug op een hele mooie week. Ik hoop het straks mooi af te ronden. En natuurlijk hopen we ook een heel mooi bedrag op te halen voor het kinder- en jeugdwerk in Albanië en Ecuador. Nou, het is lekker weer vandaag. Een beetje heijig. Maar goed, daardoor ook niet al te warm. Dus nog even doorzetten en hopen weer te zijn. Tot ziens. Goed, nou, ik ben inmiddels aangekomen in Amersfoort. Jullie hebben de beelden gezien. Een heel groot onthaal gehad, wat ik echt niet had verwacht. Maar wel superleuk na zo'n intensieve week toch wel. Nou, we hebben een hele hoop mensen deze week kunnen spreken, kunnen interviewen. Vandaag dan de laatste. En ik zit hier in Amersfoort, vlakbij mijn huis. Op de bank bij iemand die lid is van de PZC. We zijn hier bij meneer De Jong. Fijn dat ik hier kan zijn en dat u bereid bent om er wat over te delen. Kunt u de kijkers uitleggen wat een PZC eigenlijk inhoudt en welke taken daar gedaan worden? Ja, natuurlijk. Graag. Allereerst welkom in deze tent. Ja, dankjewel. We zitten hier kostelijk zo met z'n tweeën. Wat is de PZC? Nou, ik denk dat Amersfoort een unieke situatie heeft. Amersfoort kent één zendingsechtpaar en twee zendingswerkers. Daarbij hebben wij natuurlijk gewoon al drie TFC's, thuisfrontcommissies. Ja. En wij als PZC houden zich eigenlijk bezig wat meer op hoofdlijnen. En ik wil eigenlijk ik zie dat in twee speerpunten. Dat is één, bewustwording van de zendingsopdracht die wij hebben. Dus wij stimuleren en wij brengen onder de aandacht dat het belangrijk is om de boodschap, de zendingsopdracht te vervullen als gemeente. Dus dat is eigenlijk punt 1. En punt 2, en dat is ook een hele belangrijke, is fondswerving. En daarom ben ik zo blij dat jij hier bij mij zit. Er is ook geld nodig om de blijde boodschap van het evangelie te brengen. Zeker, ja. En daar help jij ook bij en dat doen wij ook. En dan zal je je afvragen, hoe vullen we dat dan in? Bewust worden en aan de andere kant ook fondswerving. De bewustwording, dat doen we door één keer per jaar een zendingsdag te organiseren. We noemen dat een regionale zendingsdag. Ja. En dan behandelen we een thema. Nou, vorig jaar hadden we dan roeping voor zendingswerk. Mooi. En dan hebben we sprekers. Dan gaat het om wat betekent roeping? Wat is eigenlijk roeping? En tweede, welke procedure moet je doorlopen? Ja. En dan zijn er wat kraampjes. Er is momenten van ontmoeting. Dus dat is echt een punt bewustwording en zending onder de aandacht brengen. En fondswerving, dat doen we door de Paulus rond te brengen, door de collectebus langs te laten gaan. En we hebben ook één keer per jaar dat er een predikant van de gereformeerde gemeente een dienst houdt, speciaal gericht op zending. Ja. Dus dat zijn de twee hoofdtaken van de PZC. Ook leuk is dat binnen onze PZC Amersfoort vertegenwoordigers van de TFC, de plaatselijke thuisfrontcommissies, zijn vertegenwoordigd. Dus zo hebben we die lijntjes in Amersfoort bij elkaar samengebracht. Ja, mooi. Ja,
mooi. Nou, u spreekt heel geamineerd over de PZC en over de zending daarin ook. Heeft u ook iets met zending of hoe bent u daarbij betrokken geraakt dan ook bij zo'n PZC? Eigenlijk van jongs af aan is toch wel zending aan mijn doorgegeven. Met name door mijn ouders. De zendingsdagen, dat was een begrip. Ik kom zelf uit Katwijk. En 30 april, toen de tijd, dan was er zendingsdag. Ja. En dan togen wij naar Hilversum, later de Brabanthallen. En we hebben zelfs ook Ahoy ook nog gehaald. En de Katwijkers gingen in grote getalen. Een hele bus vol. Want ja, zendeling Kuit was een Katwijker. Eén van ons. Ja, dus dat is van jongs af aan toch wel met de paplepel ingegoten. Mooi dat zo ook in de opvoeding en in de opgroeien ook al zo speelde in jullie gezin dan ook. Ja, mijn ouders, omgeving. Nou, 's morgens werden de bolletjes klaargemaakt, de eitjes gebakken en dan allemaal de bus in. En dan gingen we naar Hilversum, Brabanthallen of Ahoy. Het tweede is dat op latere leeftijd ben ik ook wat meer in zendingswerk terechtgekomen. Want mijn vrouw is de kleindochter van mevrouw Meiners van Woerden. En die houdt zich bezig met wereldwijde zending. Zowel in China, Brazilië als Afrika. En mijn vrouw die helpt haar oma daarmee. Ook hier thuis wordt veel zendingswerk bedreven. In fondswerving enzovoort. Ja. Oh, ja. Dus dat snijdt aan twee kanten. En dan als derde, als kerkenraadslid, als diaken, is mij gevraagd om in de PZC te participeren. Dus van drie kanten ben ik er in aanraking meegekomen. Mijn jeugd, via mijn vrouw en oma en via de kerkenraad. Ja. Mooi. En driemaal is Scheepsrecht, hè? Ja, dan kom je niet meer onderuit. Nee. Nee, precies. Nee. Mooi. Goed, de PZC, ik moet zeggen, ik had het tot voor kort, wist ik daar nog heel weinig van. Wat willen jullie als PZC, hopen jullie te kunnen bereiken? Wat is het doel van de PZC? Ja, dat is dat ligt toch wel in die twee doelstellingen die ik noemde. Hè. Wat doen wij? Ja. Dat is die bewustwording. Eigenlijk, als we het echt samenvatten, is het dat wij heel graag willen dat mensen zich bewust zijn dat we met elkaar zending moeten bedrijven. Hè, dus de zendingsopdracht is er voor de mensen die ervoor geroepen zijn. Maar eigenlijk, ten diepste, zijn we allemaal geroepen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Hè, Matthäus 28, een van de laatste versen. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Ja. En dan heeft de Heer ook een belofte. Ik zal met u zijn. En dan mogen we dit werk ook biddend doen. Ja, mooi. Dank voor uw woorden en voor de aanwezigheid hier. Ik denk dat de kijkers een stukje inzicht hebben gekregen. En in wat een PZC inhoudt. Maar inderdaad ook wat zendingswerk daarin is. Wat wij ook kunnen betekenen voor zending. En heel mooi dat je ook noemt. Hè, daarin hebben we ook allemaal een opdracht gekregen. De Heer Jezus heeft de opdracht gegeven om de wereld in te gaan. Andere volken aan te spreken op Gods woord en dat ook te mogen uitdelen. En ik denk dat het heel mooi is om daarmee deze video af te sluiten. En sowieso deze hele serie ook daarmee af te sluiten. Dat we ook de opdracht hebben gekregen om allemaal ook een stukje zendingswerk te bedrijven. Al is dat enkel door gebed voor de zendingswerkers. Dat is ook meerdere keren genoemd. Dat ze zich daar echt gedragen en gesteund door voelen. Een stukje betrokkenheid erop, af en toe zijn berichtje. Laten merken dat je met hen meeleeft. Want het kan soms heel ver bij je vandaan staan. Maar iedereen heeft hier een taak in. En dat hoop ik hiermee, met deze actie, met alle interviews, daar een stukje inzicht in te hebben gegeven. En ik hoop dat we daar met elkaar ook iets in mogen betekenen. Uiteraard, wat ook genoemd werd, zeker ook waar de PZC dan ook mee bezig is, een stukje financiële steun is ook nodig. Dus ook daar mag ik jullie toe oproepen om ook daarin aan de zending en de ZGG ook te denken. Bedankt voor het kijken en bedankt voor de aanwezigheid hier en dat ik hier kon zijn. En wellicht tot een volgende actie. Tot ziens. Tot ziens.